Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Deze keer ben ik natuurlijk niet alleen. Ik ben deze keer natuurlijk samen met mijn moeder natuurlijk. Ja, we zijn deze keer even in een andere Minecraft wereldje. Eigenlijk een eentje die ik wel een hele tijd heb heb staan natuurlijk. Maar ik deed daar natuurlijk niet zo heel veel mee. En die gaan wij natuurlijk wel even doen. Oh, mijn beeld staat een beetje vast. 1 seconde jongens. Even een break. Zo, volgens mij is het nu weer gefixt. Ja, het is weer gefixt. Ja. Deze keer zijn we natuurlijk in een soort Minecraft met heel veel verschillende dieren. We zijn natuurlijk heel veel dingen aan het fixen en dat soort dingen eigenlijk. Het is eigenlijk een Minecraft met heel veel dieren. Ik heb natuurlijk al een beetje een gat naar beneden gegraven om zeg maar een kistenkamer te maken. Die heb ik zeker wel gemaakt. Alleen, ik moet alleen nog even trappetjes gaan maken. We kunnen wel even hier naar boven gaan. Je ziet niet heel veel uitzicht eigenlijk, omdat alles bijna dicht gebouwd is hier. Maar hier kan je nog wel wat zien en dat soort dingen. Dus wat dingen is gebouwd. Dit hebben wij niet gebouwd jongens. Het is gewoon een gekochte mapje eigenlijk. Die ik al een tijdje heb en nooit echt heb gespeeld. Is dat een beetje meer de ding. We gaan gewoon een beetje rondkijken. Een beetje neuzelen. Een beetje kijken wat we kunnen gaan bouwen. Dat is het eigenlijk meer. Voor de rest gaan we niet zo heel veel doen eigenlijk. Dit is eigenlijk de map. Een beetje eigenlijk. Het is natuurlijk. Hier staan wij eigenlijk. Volgens mij. Maar we hebben daar nog iets. En ja, dat soort dingen eigenlijk een beetje. Dus ja, ik ga gewoon een beetje rond wandelen. Ga gewoon een beetje kijken. Ik heb natuurlijk wel een zwaardje gepakt en gemaakt. Weet je. Toen ik hier begon eigenlijk. Want hier lopen echt van heel veel verschillende dieren. We lopen hier eigenlijk rond. En zijn custom gemaakte bomen. Custom made eigenlijk. Daar zie ik ook wat moois. Ik ga gelijk daarin. Ik zie een mooie. Dingen eigenlijk. Een mooie toren. Ik zie wel wat spruisbomen. We gaan misschien proberen om een dierentuin te maken, eigenlijk. Dus, dat gaan we eigenlijk proberen. Maar ik dacht, ik ga gewoon gezellig even met mijn moeder. Gewoon even live. En dat soort dingen eigenlijk een beetje, dus, En als jullie het leuk vinden, ik kan altijd nog even een andere map gaan kijken. Ik kan ook in mijn oude map nog live gaan. De realm eigenlijk. dat kan ik wel even doen. Dat kan ik ook nog doen, dus ja. Oké.
We hebben hier een, ja, een huisje, of een huisje, een soort van huis, eigenlijk. Het is wel open en kaal hier, maar nou, misschien hoort dat ook zo, je weet het nooit, hè. We moeten echt heel goed uitkijken welke dieren we echt tegenkomen. Ik hoor sowieso apen. Oh, auw. Dit is een beven. Die vreet alle vis op. Zebra, ik zie een zebra al staan. Ja, nee, het is best wel een leuk mappie. Ik heb nog een andere mappie waar we draken en dinosaurus in hebben. Maar ja, we dachten eerst, we gaan deze eerst uitproberen. Oh, dit is echt een woonhuisje. Oké. Okay. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja, gewoon een beetje verder kijken natuurlijk. Kijk, bedden hebben al, dus schapen hoeven niet te slachten of wat dan ook. Hé, hey, een nijlpaard. Oeh. Hallo. Hallo. Ik heb een leeuw. Boe. Of een ja, tijger eigenlijk. Ja, leeuwtijger, hoe je het ook wil noemen. Een straatvogel. Een straatvogel. Een koala beer. Hey, giraf. Giraf, ja. Hallo. Giraffie. Leuk dat je er bent. Geen idee of dat geiten zijn of wat dan ook, maar ja, genoeg dieren dus. En ja, we hebben wel één huisdier, dat is een aap. die zit de hele tijd in dat huis natuurlijk. Maar ja, we gaan gewoon wat leuke dingen proberen om zeg maar te bouwen hier. En ja, voor de rest gaan we gewoon een beetje kijken van hoe wat we verder gaan doen hier. Want ja, dat is eigenlijk altijd weer de vraag natuurlijk in Minecraft. Kijk, ik heb natuurlijk nog steeds die andere realm van Java. Maar nu zit ik even op Bedrock. Maar, nope. Omdat dat even nu wat makkelijker is. Maar ja, eigenlijk dat een beetje. Die heb ik ook nog steeds en... Ja, die moet ik alleen even weer betalen, want ja, die was ja, uit, even uit, of data natuurlijk, laten we daar even bouwen. En ja, voor de rest, ja, gaan we gewoon kijken wat we gaan doen hier. Een beetje dingen verzamelen, ik moet even laddertjes maken, dus ja, ik neem niet alles mee. Ik moet niet te hard op de grond vallen. Ja, eigenlijk is dit wel een beetje de map met vlindertjes, rupsen. Oh, ik zie daar ook nog wat. Oké, even daarheen. Oh. Ik kan niet daarop. Oké. Okay. Even kijken, dan moeten we even zoeken. Na een verhogingje waar ik wel op kan. Up, up, up. Oh ja, en als je af en toe mijn dingen hoort, dat is gewoon mijn toetsenbord. Oeh, daar staat een kistje. Dat is wel mooi.
Dus ja, we gaan even kijken wat er in de kist zit, hè. Oh, een visengel. Nou, laten we dat meenemen. Leer, melons. Nou ja, weet je, we nemen gewoon alles mee. Oh. Oeh, iron. Ja, bijna hebben. Altijd mij, neem mee. Alles looten wat je kan looten, hè, jongens. Oeh, hey, volgens mij is dat de jungle. Daar moet ik ook even bamboe fixen. Want als we bamboe hebben, kunnen we van die later van die ja, scuffing holders maken. Als die kan vinden, dat is het meer hoor. Is dat een gorilla hier? Drie lijksen. Zo. Zo, even alles in mijn inventory duwen. En misschien ga ik ook wel weer een keer live met Java hoor. Dat zeker, dat komt wel een zeker een keer goed. Ik zie daar ook nog een huisje. Oké. Zo kom je nog wat eens tegen, jongens en meisjes. Nou, heel veel vogels zie ik wel. Dat wel. En natuurlijk heel veel andere soorten dieren. En ja, weet je, dat maakt ook Minecraft ook weer even wat leuker natuurlijk. Ja, katten en dingen zitten er altijd wel in natuurlijk. Geiten, kamelen zijn ook volgens mij toen uitgevonden, maar dat weet ik niet zeker. Oké, dit is echt een... Piercing 2, oké. Nou, sowieso neem ik die mee, die en die. Een buskruid neem ik ook sowieso mee. Dat hebben wij wel nodig. Draad. Draad altijd meenemen. Ja. Waarom? Omdat het altijd anders is. Hallo. Ik wil je alleen even aanklikken, hè. Nou, ik neem het boekje ook wel even mee. IJzer neem ik mee. Dit neem ik wel mee. Sowieso even wat eten onderweg natuurlijk. En een muziekdisc. Hallo. Zie, die muziekdisc wil ik wel hebben hoor. Nou, wat zit hierin? Oh, gold. En bamboe. Hey. We waren bamboe zoeken. En we hebben het weer gevonden hoor, jongens en meisjes. Zo, die even daar. Ja, het is wel allemaal mooi, leuk. Even kijken. Hier staat niet zo heel veel. Hier staat wel wat in. Kunnen we door die raam? Nee. We moeten even echt de ingang zoeken van dit huis. Maar er is ook een humongous huis uit het niks. Oh hier. Oké. Ja, een paddenstoel. Oké, sticks. Nou, sticks kunnen we zeker wel meenemen. Potatoes. Altijd handig om in te zaaien. Een paar extra boompies. Om zeg maar mee te nemen. Een appel. Altijd mee. Handig om mee te nemen. En een roosarmer. Altijd wel handig om mee te nemen zeg maar. Nou, ik heb toch één brood gevonden. Oh, twee eigenlijk. Die ene zag ik niet eens. Ja, ik neem die paddenstoelen ook wel even mee. Oeh, een appel.
kunnen we meenemen. Misschien moet ik nog een keer een roadtrip terugnemen. Want ik zit alweer bijna vol met dingen. Misschien die weg, die wel meenemen. Die mee. Ja, de rest mag wel erin blijven. Ja. Ja. Oké. We gaan weer terug. Even kijken. Ja, in deze huis zat niet zoveel. Oké. Nou, bamboe hebben we, jongens. Dat is check 1 eigenlijk. Check 1. Bamboe hebben we. En, ja. Ik ga niet heel lang blijven hoor, jongens en meisjes. Als jullie dat afvragen. Want, ja. Vandaag ging het niet zo heel lekker bij me. Maar, ik dacht, ga toch heel even live gewoon. Omdat het even kan, weet je. En gewoon omdat ik het leuk vond. Dus ja, het wordt geen livestream van een uur of twee uur. Nee, maar dan weten jullie een beetje wat wij van plan zijn. We gaan gewoon, ja, eigenlijk een soort van, ja, dierentuinpark eigenlijk maken. En ja, er zal heel veel dingen wel offline gebeuren natuurlijk. Dat is net zoals met mijn moeder. Ja, ik heb natuurlijk ook een survival met mijn moeder. We zijn daar proberen om een beest te bouwen. Maar ik heb wel de plattegrond liggen. Maar ik moet even kijken van hoe of wat verder. Met hoe ik het wil gaan bouwen en dat soort dingen. Eigenlijk een beetje. En ondertussen zijn we weer terug naar huis aan het lopen. Oeh, we hebben daar wel een mooie cave. Kunnen we even steentjes haken. Mijn moeder is altijd nu bezig met de dingen. Zo, man, ben er weer. Ik heb wat zaadjes meegenomen. Ja, ik heb een paar stickies. Ik weet niet hoeveel dingen ik daarvan kan maken. Dit was de keuken. Alleen in deze keuken zit nog een crafting table. Die heb ik natuurlijk hier neergezet. Ik kan geen ladder maken, dan moet ik 6 sticks van hebben. Ja, dat dacht ik al. Even nog meer sticks voor hebben. Oké. Dan gaan we dat. Ja, er hangen de itemframes. Dus ja. We gaan even wat hout pakken. En dan gaan we dat even gebruiken. Voor, om dingen te maken. Sticks. Stickies. Zo. Ik weet niet hoeveel ik er nodig heb, maar we doen er eerst wel even een paar. Ik kan 30 trappen maken. Nou, ik pak gelijk 30 trappen. Poep. Oh. Ik heb maar een half hartje, jongens. Oeh, half hartje. Kijk, ik was hier al bezig om een mooie kistenkamertje eigenlijk te maken. En dat heb ik ook zeker wel gedaan. Het is een beetje donker, maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Hier wilde ik er ook nog eentje gaan maken, maar ik zit daar even over te twijfelen om dat even... niet te doen. Ik mis één trappetje. Meestal letterlijk één.
Ik mis er wel een paar nog. Even kijken. 1, 2, 3 of zo. Ik moet er nog even 3 bij maken. Oh, nee. Die. 1, 2, een paar. Ik kan 6 trappetjes erbij maken. Nou. Dan maakt niks uit. Hup. 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 En zo. Kijk eens. Ja. Oké. Ja. Hier zit heel veel ander toep in. Hup. Oh ja, we gaan natuurlijk uit elke huis gaan we die dingers eigenlijk pakken eigenlijk. Zeg maar blaadjes eigenlijk. Om te zeggen. Die gaan we allemaal pakken om zeg maar als we dierentuin gaan maken. Om zeg maar natuurlijk alles bij elke dierenhok eigenlijk neer te zetten. Van dit is die dier. En dat soort dingen. Dus ja, eigenlijk dat wel een beetje. Zo, ik ga even een slokje drinken pakken hoor, jongens. Zo, ja. Dus ja, daarom al die item frames eigenlijk hier. Ja, dit wordt eigenlijk onze woonkamer, eigenlijk een beetje onze chill. En dat soort dingen. Die ga ik even weghalen. Dit wordt onze keuken natuurlijk. Eigenlijk dat wel een beetje. En zodoende. Gaan we even kijken. Ik ga eigenlijk wel een wal maken daar beneden. Een wal zeg maar met al die dieren met die boekjes erbij. Dus net zoals wat ik eigenlijk hier heb gedaan. Daarboven staat de plaatje eigenlijk. Nou, dit is de dier zeg maar en hier is de boek. Van hoe het heet en alles doet of zo. En quickly strike, keep watchful eyes, you will be just fine. Dus ja, dat soort dingen. Nou ja, hier een mooie vis. Ja, de ocean, weet je. Dit is een creepy feest. En dan gaan we gewoon echt dieren tanken maken. Dus ja, ik heb wel wat dingen in mijn hoofd natuurlijk om te gaan maken. En dat soort dingen. Maar ja, het duurt gewoon even natuurlijk. Voordat we al die dingen zeg maar complete hebben. Het is een beetje donker hier. Maar ja, weet je, daarom gaan we ook even die kool verzamelen. En even wat dingen maken. Een paar stiekjes, een paar dingetjes eigenlijk. Dus eigenlijk dat een beetje mooi maken hier en daar. En dan zo kunnen we eigenlijk een beetje alles netjes sorteren. Als ik denk van het is niet genoeg kist, dan kan ik hem altijd verder uitbreiden. Want het enige wat ik hoef te doen is dit eigenlijk weg te halen. En dat weg te halen en dan doormijnen. Het is niet een hele mooie kistenkamer, maar weet je, het is toch wat we hebben. En dat maakt het juist het mooiste. Stinkies, ik heb hier 6 stinkies. Maak er rond 24. Hoppa. Hop. Dus ja, eigenlijk zijn we dat een beetje aan het doen.
Nog meer eieren. Altijd eieren hakken. Oh ja, dit is wel een oudere versie van Minecraft, dus je krijgt gewoon eieren blokken, zeg maar. Het is niet de nieuwste van het nieuwste of zo. Het is een beetje oud. Ik vind het wel alleen een beetje rustig, maar ja, dat kan ook een beetje zijn omdat het natuurlijk een oude map is of zo, waardoor het rustig is of zo. Zo. Wel vleermuizen, dat ik zie wel heel veel ijzer liggen op één stukje. Dat is wel lekker, want ja, dat hebben we echt wel nodig. Want ja, ijzer is altijd handig om ja, dingen eigenlijk te maken. En op de terugweg neem ik al die fakkels weer eigenlijk mee, want ja, eigenlijk is het niet zo de bedoeling natuurlijk om zeg maar natuurlijk dit helemaal te gaan gebruiken, zeg maar voor een kistenkamer of wat dan ook, dat niet. Maar ja, weet je, het is gewoon meer van, ja, we hebben toch natuurlijk even wat spullen nodig. Dus ja, we zijn gewoon een beetje op zoek naar spullen. En zo kan je natuurlijk ook altijd weer de weg terugvinden. Nou ja, net zoals nu, weet je, hier is helemaal niks. Nou, dan gaan we gewoon weer terug waar we vandaan komen. Ja, hier is ook niks. Nou, hup. Nou, nemen we dat gewoon weer mee. Zo doe ik het altijd met mijnen of zo. Bij sommige dingen dan natuurlijk. Maar niet altijd. Auw. Oké. Okay. Ik zie niks. Oh, ik ben in een griffel gevallen. Aha, Houston. Oké. Okay. Dat dacht ik al, of zoiets. Ik dacht al, waarom ga ik opeens naar beneden? Ja, nou ja, griffel hier. Maar wel weer een paar koeltjes erbij waar we die ijzer mee kunnen gaan smelten en dat soort dingen. Dus dat is wel weer lekker. Zo. En ja, we kunnen natuurlijk wel wat steentjes hakken, weet je, dat is het probleem niet. Volgens mij moeten we ook nog een, ik weet, volgens mij hebben we ergens wel een steen kunnen leggen, maar waar, geen idee. Even een beetje boven mijn hoofd weghalen. Zo. Ah, nee, dat was die fakkel die ik neer heb gezet. Nee, we gaan even hier naar boven. Dan een beetje kijken. Nou, precies op de ruits plezen. Huppa. Eieren. Huppa, meenemen. Ik heb toch alweer 32 eieren. Dus dat is alweer wel veel lekker. Zo, hup. Lekker donker hier. Oeh, donker. Even kijken, dan gaan we gewoon even hierheen. Nou, hier hebben we kool en eieren weer, dus gewoon lekker meehakken.
Ga je zo allemaal even lekker in die keteltje boven. Even bekoelen meteen. Ik wil alle kool hebben. En eieren natuurlijk. Het is allemaal daar naar beneden gevallen, maar daar hebben we gewoon één oplossing voor. Hots, hots, hots. Daarom altijd wat blokken meenemen, of maakt niks uit wat je meeneemt. Gewoon wat blokjes en ja, eigenlijk dat. Dan kan je altijd om zelf omhoog bouwen of zo, nog meer cool. Zo, ik heb er alweer bijna 64, joh. Hier zit niks meer. Zo. Nou, ja. Ik zie daar wel kool zitten, jongens en meisjes, niet dat ik dat niet mee wil nemen, maar ik denk ik ga nu even terug. Kan ik even die ijzer natuurlijk smelten. Want we hebben boven hebben we natuurlijk een ja, zo'n ding staan ze smelten. Zo'n blast furnace volgens mij. Ja, hier kijk. Die hebben we niet ingecheat, jongens, die stond hier al, dus maar ja, zodoende zijn we daar gewoon lekker. Gewoon lekker mee bezig natuurlijk en ja, we zijn gewoon druk bezig met dingen aan te verzamelen. Mijn moeder is altijd lekker druk bezig met bomen aan het hakken en bomen aan het op laten groeien natuurlijk. Ja, hier hebben we onze farmpje eigenlijk, die stond hier al een heel tijdje eigenlijk al, maar ja, weet je, dat gaan we gewoon. Gebruiken we ook echt als farm. Want ja, weet je, dat is het meer van. Dat hebben we ook echt nodig natuurlijk. Hup. Zo, wortels hebben we ook zeker wel nodig. We kunnen cold carrots maken natuurlijk. En hier doet mijn moeder altijd het hout in. En hier doe ik altijd even het eten in. Die we hebben verzameld. We hebben hier ook natuurlijk nog papieren in zitten. Dus als we misschien een keer redstone kunnen vinden, kunnen we zo'n kaartuitbreiding doen eigenlijk. En dat soort dingen eigenlijk wel een beetje. Dit gooi ik even in. In de kist beneden. Hup. Zo, kijk, weet je. We doen alles gewoon lekker in verschillende kisten natuurlijk. En ja, we houden niet alles op één plek, zeg maar. Niet dat er twee kisten met steen boven elkaar komen. Dat gaan we uiteindelijk wel doen, maar nu even nog niet. Ja. Kijk, dat gaat toch weer lekker hoor, die ijzer. Ja. En als jullie natuurlijk ook ideeën hebben, laat het gewoon even gerust weten. Want ja, elke ideeën zijn natuurlijk welkom ook voor de kijkers. Want deze filmpje gaat natuurlijk naar YouTube toe. Ook voor de kijkers voor YouTube. Je kan het altijd achterlaten in de comments natuurlijk. Ik heb al mijn leren boots aan hier. Dus ja, dus eigenlijk dat een beetje. Oh. Zo, ik help even met meehakken natuurlijk. Ja, natuurlijk een beetje. En
We hebben natuurlijk gewoon genoeg boompjes gekregen van de game zelf, dus we kunnen gewoon best wel aardig wat hakken en doen eigenlijk. Dus ja, weet je, we zetten die gewoon weer terug neer. Kan die gewoon lekker groeien en dat soort dingen eigenlijk. Zo, hoppa. En ja, hier gaan we misschien ook wel wat moois maken. Moeten we even kijken, weet je. Het is gewoon van, we gaan gewoon even een beetje kijken. We willen ook een soort van dolfinarium slash, ja, dinges eigenlijk gaan bouwen. Zo. Zo. Zo, we gaan dit een beetje mooi. Even een paadje maken natuurlijk gewoon. Oh ja, en als iemand mee wil doen, dat kan altijd. Speel wel gewoon op Bedrock, dus je kan altijd je Bedrock naam geven. We hebben hier een logeerhuis eigenlijk. Hallo Aap, leuk dat je er zit. Dus ja, zo, ja, nu heb ik niet zo heel veel ideeën om te gaan doen natuurlijk, want ja, het is natuurlijk elke keer van, oké, even kijken wat we gaan doen natuurlijk, want ja, ik kom ook niet altijd in deze map eigenlijk. Maar dat komt zeker wel goed. Dus ja, eigenlijk gaan we dat wel een beetje verzinnen. Oh, nou ja, dat maakt niks uit. Zo, ja. Ja, dat is wel mooi. En dan misschien vanaf hier of zo. Zo, kijk, hebben we ook een padje daar naartoe. Helemaal mooi, helemaal mooi. Nou, dan mag die ook wel weg. Dat die ook wel. Zo. Ja, dat ziet er wel wat fancy eruit en wat mooi eruit natuurlijk. Mijn moeder is hier lekker druk bezig met boommetjes hakken en ja, dat soort dingen eigenlijk. Maar ja, voor nu weet ik het niet zo gauw, dus ik denk dat ik ook wel de stream even ga bij afsluiten natuurlijk. Want ja, ik weet het nu nog even niet zo gauw van wat de eerste opdracht is. Dus ja, jongens en meisjes, dan wil ik gewoon zeggen natuurlijk bedankt voor het kijken. En vergeet natuurlijk niet allemaal het blauwe duimpje omhoog te doen, want deze video gaat ook naar YouTube. Dus ja, ik wil zeggen, ja, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te volgen op Twitch natuurlijk. Vergeet niet te liken natuurlijk. Vergeet natuurlijk niet te volgen op Beste Vriendenclub op YouTube. Voor de English Keizers, thanks for watching and saving. Don't forget the follow button on Twitch. Don't forget the subscribe button on YouTube if you like it. And I see you the next time. Zoals I say is later later. Zoals ik altijd zeg is later later. Yo 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 yo.